Het enige echte liefdesdrankje. Voor alle vrouwen knappen gaan. Sorry, joh. Blijf eens even staan. Jij moet het net hebben. Nog eentje. Jij moet het net hebben. Jij was eigenlijk zo een beetje verbolgen dat er zomaar vier zangetjes gevist waren bij jouw menu, ja? Zo. Ik heb wel een oplossing voor. Hier zit 300 gram. Ik ga hem inzetten. Als je er allemaal mee zit, allemaal zakcentjes doen, ja? Allemaal in, hè? New York is leuk. Want volgend jaar krijg je alleen maar betaalverzoekjes en tikkies, hè? Nou ja, volgend jaar ga ik zo. Hier een tikkie van Floor en Lotte Timmermans. Nieuw jacht in Zoeten. Zo het lopen reduceren van mijn voeten. Nieuw jacht in Ouwe. Deze rekeningen moet ik eigenlijk goed onthouden. Lukt dat nou niet? Dan is dat niet erg of zo. Maar tegen dan die onreffens voor de automatische incasso. Groetjes, Karin, Flora, Lotte, Tim. Goh. Vind ik u wel een passie? Ja. Heb ik bij Chateau Lots gekocht. Je wint het onderland. Chateau Lots, ja. Ik kwam er aan en stond ze al bak met mij. Weide, weide, weide. Zo gaat het wel, hè. Ik had eigenlijk deze douche niet aan willen doen. Maar ja, ik stond thuis voor de spiegel en dat was zo aanstootgevend. Zelf het spiegelbeeld zei van, gift. Dat kan echt niet, hè. En daarbij, ik kon de rest van de mannen natuurlijk niet in verlegenheid. Dus ja, ik stapte er binnen bij Los. Ze zei, nou gift, wat kunnen we jou mee helpen? Ik zei, nou ja, dat mag hip zijn. En iets neutraals, niet opvallend. Dus ik kijk Frederik zo recht in de gezichten aan en ze zegt tegen mij, is het erg als het iets waar heel erg strak aangetrokken zit? Ja. Ik zeg, nou als het er maar natuurlijk uit blijft zien. Ik moet even kijken hoor. Nou, ik ben dan speciaal hier in in november 5 kilo afgevallen. Ja, ja. In januari heb ik ze gevonden. Allebei. Dat trek ik me heen. Maar ik kan het hebben toch of niet? Huh? Als paas in vrienden al tegen mijn manneke, ga ik verstaan van mijn moeder, dus doe iets met mijn lichaam. Ja. Maar goed, dat bloedje daar ook aan eigenlijk niet aan, dus ik heb eerst geprobeerd om alles zo, zo tussen mijn benen, weet je wel, net vroeger. Ja, dat blijft niet zitten, hè? Nee, dat blijft niet zitten. Toen dacht ik wel, als ik het nou aan elkaar plak. Toen zei ik op tv, zag ik die reclame van die dubbelzijdige Tesa strips. Ken je die? Die kunnen we de hand zo weer uittrekken. Ja. Dus toen heb ik zorgvuldig over het reusje een Tesa strip geplakt van al zeker 20 centimeter. En die heb ik dan zo teruggeklapt. Ik heb een half uur rondgelopen en toen voelde ik een kleuter.
Gordijnen moeten eraf, hè? Gordijnen moeten eraf. Maar toen kwam het probleem, want ik was alleen thuis. Dus ik had iemand om de tenen stripken. Behalve onze hond. Ja, ik heb een beetje. Het is nou een kleine weken geleden. En dan stinkt nog steeds als een bek. Maar het zit wel lekker, hoor. Het zit wel lekker, ik durf alleen niet te bukken. Want anders zet je van hier tot mijn rug op, denk ik. Ik voel me eigenlijk wel een beetje genderneutraal op deze manier. Ik ben wel een man, maar hier voel ik helemaal niks meer. Zo straks zitten. Ik voel me net Nicky de Jager, ken je die? Afgepest. Over genderneutraal gesproken, ik kwam straks hier zo naartoe lopen. En Verma liep zo'n vrouwelijk gedaante. Een beetje gezet. Niet dik, gewoon sexy mollig. Mooi golvend haar, glanzend in het maanlicht. En zo'n baggy jeans, ken je dat? Zo'n broek die zo'n beetje zo onder de kruis hangt. Ze draait om, was het Frank Kooijen. Dit is genderneutraal, hè? Vrouwen achter de man van de deur, hè? Maar die baard gaat jou weg, hè? Dat gaat jou weg. Ja. Weet je trouwens hoe vaak aan de bocht hier komen is? Heel lang geleden toen had hij zijn vriendin. En ze stonden samen in de badkamer. En Frank zei van, kun jij zo niet zijn hand staan toen zo tegen de spiegel? Met je gezicht naar de spiegel toe. Ja, dat wil ik wel doen. En hij zei dacht van, nou, dat gaat er wel gebeuren, hè. Dus zou je op die hand staan. En Frank legt zo zijn kin en zijn neus zo tussen de benen. Zie je wel? Die man in het café zei het al. Ik sta hartstikke goed met een bordje. Dat staat er echt goed, Frank. Komt je? Moet ik wel vangen aan, hè? Ja, ja. Zullen we dat aanschot in? Ja, dat heeft even geduurd, hoor, voordat ik straks zo kon schieten. Ik was dan nog Engeland gegaan. Want dat is het land waar al schieten ze met pijl en boog, hè? Dan kunnen ze echt, hè? Dus ik was naar Engeland, ik was daar op trainingskamp en op selectie moesten we dan met z'n drieën een wedstrijd doen. Heel spannend. Dus de eerste die legt aan, en ze hadden aan de andere kant zo'n manneke weggezet met zo'n appel op zijn kop. Hij schiet, bam, zwaar zit die appel, 100 stukjes. Dus heel het publiek, dat vind je helemaal gek, dat ging helemaal uit zijn plaat, hè. Who are you? Who are you? Griep de steek niet mee, hè. I am Willem Tell, zei hij. Die kennen we nog wel, hè. Dus die tweede komt, zet ze daar een manneke weg, dat bal of zo. Appel op zijn kop. En hij legt aan, hij schiet, bam. Die appel in duizend stukjes, hè. Dus het publiek helemaal uit in de plaat. Who are you? Who are you? Dus die vet. I am Robin Hood. Die kennen hem ook nog wel, hè. Maar toen hij aan de beurt, hè. Toen moest ik. Zegt ze dat de mannelijke weg het kan. Appel op zijn kop. Ik leg al. Dwars tussen de sodemieter, hè. Het publiek helemaal wat in de plaat, hè. Alles ging los. Who are you? Who are you? Ik zeg, I am sorry. Het is lastig hebben die aanzien kiezen. Dus ja, daar zit een schot in, dat blijkt wel, hè. Hetzelfde hier bij het bestuur, hè. Dat is natuurlijk mooi. Daar zit echt schot in. Het gemiddelde leeftijd van bestuur zegt flink omlaag, gewoon, hè. Flink omlaag. Dan wil ik niet meer zeggen dat Linda heel oud is. Ze ziet er alleen oud uit. Ik weet niet waar ze zit, Linda. Bende. Dat is maar een grapje, hè. Ik moet ook maar zeggen, maar los. Nee,
Ik weet zeker, wij zitten de komende jaren op reuze. En wat voor een bestuur dan ook, hè? Wat voor een bestuur. Drie vrouwen en de zoon van een inseminator. Die we ineens al maar een recess hebben, hè? De belangrijkste taken natuurlijk van het nieuwe bestuur, hè? Vind de nieuwe prinses. Hè? Maar goed, al snel kwam het bestuur dan met de lijst van de monieken. Of zoals Stanley zei, de lijst. Ja, maar welke moniek gaan we nou eerst vragen, zei Linda. Nou, zei hier is. En dan zetten we ze op alfabetische volgorde. En dan beginnen we bij de niks. Niks ervan, zeg ik hier staan. Maar dat klinkt goed, hè? Dat klinkt als een echte superheld, hè? Kai Stan. Voor elk rietje heb ik een speciaal rietje. Monique Schellek is gewoon toen, zei Stan. Ik zei, Suzanne, hoe heb je dat aan de gast van mij gedaan? Hij zei, nou, hij zei, ik ga zo'n volgorde van zetten, maar knap maar lelijk. Ik ben bij de eerste begonnen en uiteindelijk zei de les die jaar. Ja. Maar goed, er zaten wel degelijk shops in en een van hun beelden daarvan zijn dan Rob en Monique. Prinses Monique en Rob. Ik heb jullie ook bij elkaar gebracht. En ga zeker straks tegen mij op. Van, ik weet niet wat het is, maar we hebben nog steeds echt een goede baan samen. Ja, toch? Hoe was het toch alweer? Punt dan al? Westbaan.nl. Ja, dat is ongeveer hetzelfde, hè? Ja, op een gegeven moment. Ja, ik moest er ook een beetje hoger op, dus toen werd ik op een gegeven moment gevraagd premier Rutte of dat ik hem alsjeblieft kon koppelen. Hij zag iemand met blond haar, een goede postuur, een flinke eigen mening en niet op zijn mond te vallen. Ik kwam er toch op geen vulks. Rutte is dus toch homo. Zie je wel? Maar waarom zegt hij dat niet gewoon? Hè? Ik bedoel, kijk nou bijvoorbeeld naar Garm. Garm is een echte homo, hè? Dat wist ze al in groep 3 van de basisschool, hè? En Garmke, zeg jij maar zeker het ABC op. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. Lul en N, O, P. Dat was snel duidelijk, hè? En toen de juffrouw vroeg van Garm, weet jij wat meervoud is van ananas? Ja, ananasjes, natuurlijk. Maar goed, op weg hier naartoe ben ik wel een beetje desoriënteerd geraakt. Je kent dat misschien wel hier op de hoek van de Dorpstraat en de Maatjaard. Daar raakte ik een beetje gedesoriënteerd. Ja, de luxe bij de kluis is uit de tuin. En aan de andere kant zit er toch een beetje treurig uit zonder die wilg. Ik denk, ik ga toch eens even kijken bij Joris hoe het er allemaal mee gaat. Ik kom er binnen en Joris zegt van, God, wat even mee? Ik ga net als Diana een rondleiding geven om Spaans. Maar ik loop wel even mee. Jongen, zegt Constans. Waar ben jij mee, Diana, in godsnaam om begonnen? Ja, ik weet het, zeg jongens. Het kost me een bakje meer geld. Er vallen hier en daar al putten in. En de vurgevel begint al te hangen. Maar ja, het is wel de moeder van uw kinderen, hè? Jongens, dat kunt jij niet maken, zegt de staats. Jij bent eigenlijk ook CDA, hè? Ik heb er weer mijn buik vol van. Ik zeg maar jongens, hoe heb je dat allemaal zo voor elkaar gekregen? Zo, hè? Met die gemeente, met die vergunning en zo. Hoe werd het gedaan? Ja, geen probleem, zei jongens.
Het enige wat ze belangrijk vonden is het behoud van bekend dorpsaangezicht. Ik zei, oh, dus de gevels die gaan niet veranderen? Jawel, die gaan wel veranderen, zegt hij. Het wordt een stal damwaard met 2 tinten grijs. En op de schoorsteen de rode mulken. Ik heb al netjes rondgeleid, dus we dachten we doen de kluis ook nog maar even aan. Wij staan er al binnen, ik zeg, komt dat niet, dan was hij rustig. Dat klopt, zei ze, het is etenstijd. Gehoord, maar ga je nou wel eens de huur staan, hè? Heb je dat allemaal gezien? Je kunt het kleurtje huren. Je kunt de zaal huren, uiteraard. Maar hij huurt zelf de kluis. Ja, klaar. Ik zeg, is dat goede business dan? Hij zei, ja. Hij zei, dus eigenlijk ga je het hartstikke goed. Alleen met kerstmis heb ik 3 weken leegstand gehad. Maar ik mag het nu wel zeggen, want waarschijnlijk kunnen we tegenwoordig weer lekker eten bij de kluis. Sinds de kok weg is. Ik zei tegen Inke, zo zie je maar, het zwarte punt staat al in de keuken. Het is dan niet zo dat ik alleen maar andere mensen koppel. Ik heb natuurlijk zelf ook een liefdesleven. Ik heb heel wat vrouwen geleerd, kan ik u vertellen. Mijn eerste vriendin, die jij echt, ik zal zo eens doen, echt een zukke tieten. Ze zei, oh Cupido, ik hou toch zo van jou. Oh, ik zeg, oh meisje, ik hou toch zo van jou, Cupido. Uiteindelijk is dan niks geworden, want ja, er was toch altijd die bepaalde afstand. Die tussen ons in stond. Ja, uiteindelijk ben ik dan ook nog een beetje de etnische tour opgegaan. Ik heb dan een tijdje een Chinese vriendin gehad. Maar die wilde alleen maar seks, hè. Alleen maar seks. Maar dat bleek achteraf wel, want die noemden ze dus de Chinese matras. Ja, ze heette AOP. Alleen maar seks, hè. Alleen maar seks, vuil dingen. Nou, ik kan jullie vertellen dat nummer 69 op de kaart bij de Chinees een viesgerecht is, hoor. Maar goed, ik ben op een gegeven moment ook een beetje aan het rommelen geweest met een neger in. Maar dat heb ik een beetje net als zwart werk, hoor. Ja, dat moet je dat niet meer zeggen, hè? Neger in, hè? Nee. Roetveegvrouw. Ik vind altijd een zeik over die zwarte pieten. Zwarte pieten, hè? Dat zijn eigenlijk nog de beste. Echt waar? Dat zijn de enige bootvluchtelingen die na 3 weken gewoon weer terug gaan. Ik zeg altijd maar goed, dat Gordon, geen Sinterklaas is geworden, hè? Toen hadden we reetveegpieten gehad. En dan hoorde ik les zelfs op het nieuws, dat is echt waar, op het jeugdjournaal. Toen zeiden ze dat er ook meer gekleurde kindjes in de kinderboeken moesten. Dat denk ik ook. Ik weet niet of je Jip en Jan nu wel eens gezien hebt. Ja. Met die poes, Sipi. Maar daar heb ik een oplossing voor. We noemen die boeken voortaan gewoon Mo en Ahmed. En Poes Allah. Geschreven door Ayem Geschiet. Nou ja, nou, die Chinezen en die negerin, ik wel een beetje gehad met die etnische uitstapjes. Dus dan ben ik maar gewoon op het platteland gebleven en ik heb een beetje gerommeld met mijn boerendochter. Ook alleen maar tussen de lakens gelegen, hè? Heel alleen maar tussen de lakens. Maar dat bleek achteraf, dat bleek iedereen te doen. Die lagen allemaal mee tussen de lakens. Niet voor niks zitten zij de boeren mee. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen nog. Ik heb 3 mooie kinderen. En ik ben gelukkig getrouwd. Oh, wacht.
Ja, die zijn niet gelukkig, zo'n die klanten met een halve strak. Hij zei, Cupido, ik wil naar de vrouw. Ik moet er vanaf, ik word er hartstikke chagrijnig van. Ik zeg, nou, rustig aan, John. Het gras is niet altijd groener op een ander, hè? Dat klopt, zegt hij, maar tegenwoordig is het al wel mooier gemaakt. En weet je, de seks is het ook al niks, zegt hij, ik heb best een paard gekocht. Ik zeg, een paard gekocht? Ja, zegt hij, die werken nog minder dan een uur. Ik zeg, nou, dan is het misschien goed als Monique een paar dagen in de week gewoon buiten de deur gaat werken, hè? Dat je elkaar even niet ziet. Ja, dat is een goed plan, zei John. Misschien kunnen ze nog een asbestsaneerder sturen. Ik zeg, een asbestsaneerder, John, dat is toch zo'n onwerk, dat kunnen die maken. Ja, dat zal wel zijn, zei hij, maar zei het ook altijd alles asbest. Echt heel de dag, doe dit, doe dat, steeds maar verbeteren, alles moet beter. Maar met de verjaardag had ik ze. Ik zeg, oh, ik zeg, heb je een mooi cadeautje toepasselijk gekocht? Ja, zeg ik, corrigeer het ondergoed. Maar meestal, je hebt misschien al een beetje gemerkt de laatste jaren. Ik ben helemaal zo populair, hè? Ik word praktisch vervangen door de dating sites. Ja, je kent ze vast allemaal wel, ik heb ze ook allemaal even bezocht. Checkitlove.nl, beetjevreemdgaan.nl, Lexa.nl, Parkshit.nl. Ik heb ze allemaal eens goed bekeken en ik heb een eigen onderaan gemeld. En wat denk je van Tinder? Wie zit er hier nou bijvoorbeeld niet op Tinder? En dat vind ik niet gek, want dat vind ik wel gek. Ik kwam nog alleen maar bekende mensen tegen, hè. Maar niet met een eigen naam, hè. Alleen een schuilnaam. Hier bijvoorbeeld, je verwacht het niet, hè. Annie van der Smit, hè. Schuilnaam Annie G. Spot. Wat denk je van deze? Marion de Hoon zoekt een slurf. Tietemans. Dat is moeilijk, hè? Annie Cox met CUCK. Yes. Doe Scheerts. Oh. Dat was niet de bedoeling. Ja, dat is niet eens. Het kan best zijn dat nou deze zorg om afgelopen is en dat ik me eigenlijk ga specialiseren in scheiden. Dus je weet, zie ik jullie volgend jaar weer terug als echt een scheidsspecialist. Hartelijk bedankt.